De Palu gaat voor een ontwikkeling van deze samenleving als geheel. De Palu gaat ervoor dat wanneer wij in Suriname iets hebben, dat het voor iedereen is. En dat de dingen die wij hier produceren, dat die voor de Surinamers in de eerste plaats zijn. De dingen die wij hier hebben, dat ze in de eerste plaats voor de Surinamers hier zijn. Met hoeveel leden zijn jullie komen inschrijven voor de verkiezingsstrijd? Het precieze aantal weet ik niet, maar het is over de 5000, dacht ik. Doen jullie in elk district mee? Ik heb aangegeven dat wij tenminste in Paramaribo en in Coroni meedoen. De andere districten zijn nog... zijn we nog aan het bekijken. Gaan jullie voor regeermacht of is de oppositie ook goed? Ik denk dat in het stadium waarin wij verkeren, zeggen we Alasani na Bunsani. Alasani, omdat wij inmiddels ook hebben laten zien dat je als politieke partij een hele goede bijdrage kan leveren vanuit de oppositie. Maar wij weten dat de Palu in de regering een garantie is voor ontwikkeling. Dus waar moeten we voor gaan? We moeten voor die ontwikkeling gaan. We zijn vol goede moed. De Palu komt zeker terug in de regering. Ik denk dat er vooral na de verkiezingen een beweging gaat komen waarbij een aantal partijen al vanaf dag 1 na de verkiezingen naar elkaar toe zal groeien. En de Palu zal zeker die lijnen ook uitzetten.